zit wel strak, maar je doet verder geen pijn. Ja, Madelon Tijdink uit Arnhem. Ik ga naar het WK, hoe vind je dat? Ja, super spannend. Ja, heel veel zin in. Ja. Ja, René de Groot uit Tiel, een WK meemaken. Wat is dat voor jou voor ervaring? Ja, voor mij een hele mooie ervaring. Ik heb ooit mijn voormalige team, ik heb hiervoor mijn andere team meegedaan. In 2014 zijn we ook naar een WK geweest, daar was ik er zelf bij. Maar nu mag ik voor de eerst zelf de vloer op. Dus dat is ontzettend gaaf om gewoon zelf mee te mogen maken hoe het is om op die vloer te mogen staan. Van waar jouw passie voor ballroom dancing? Het gekke is, ik ben ooit jaren geleden door mijn ouders op verplicht op stijldanscursus gestuurd. Omdat dat hoort bij je opvoeding. Zo oud ben ik ondertussen al. Maar ik viel me eigenlijk ontzettend goed. Dus ik ben al een beetje blijven hangen. Dus ik doe ondertussen al 13 jaar. Ja. Ik vind het leuk aan formatiedansen dat je het vooral met z'n allen doet. Je doet het echt met een team. En normaal gesproken, als je gaat stijldansen, dan ben je met z'n tweeën. Maar nu voel je echt de energie van ja, meer dan 20 mensen. We doen het echt met z'n allen. En dat vind ik echt het allerleukste. Het valt niet mee om dan een goed team bij elkaar te krijgen. Nou, het is jullie gelukt, meteen een Nederlands kampioen al. Ja, super tof. Ja, ik denk dat het ook vooral de motivatie is van het team. Iedereen is heel gemotiveerd en gedisciplineerd om er veel aan te doen. Ladies and gentlemen, welcome to the Modern Room! Mooi in het oranje met de Nederlandse vlag erop. Ja, die moet je ook wel waardig vertegenwoordigen. Ja, dat zeker inderdaad. Het heeft heel veel moeite gekost om zo snel voor de WK nog die pakken te regelen. Maar dan moeten we ook laten zien dat ze waardig zijn inderdaad. Dus dat wordt een mooie opgave voor ons. Nog even een lekenvraag. Wat is het wat je daar nu op je voorhoofd hebt? Op mijn voorhoofd? ja, een haarapplicatie. Ja, dat doen we om nog extra meer te shinen.